Goedemiddag gemeente en ook u die te gast of via internet met ons verbonden bent, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee A. Wagenaar uit Almelo ons zal voorgaan. De schriftlezing uit Gods woord is gekozen uit Genesis 20 en de tweede schriftlezing is uit Colossense 4 vers 2 tot en met 6. Het thema van de verkondiging is Kind van God, open en integer. De collecte in de dienst is bestemd voor het jeugdwerk en dan met name voor het kerkkamp. De collecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk. En we gaan nu ter inleiding op deze dienst met elkaar zingen Psalm 89 vers 1 en 3. De kerkraad wenst u en jou een rijk gezegende dienst toe. Onze hulp is in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk wat zijn hand begonnen is. Gemeente genade, zij u en vrede
van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 24, vers 2 en 3. We willen ons hartelijk vertrouwen uitspreken aan de drie-enige God. En we willen daarna zingen van deze God, zoals we hem belijden, is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Ik vertrouw me toe aan God de Vader, de Almachtige. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof, ik vertrouw me toe aan Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest en ik geloof ook in de geschenken van de Heilige Geest, namelijk een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen.
We willen samen vragen of God ons wil helpen in deze dienst. Heer onze God, Vader in de hemel, de tweede dienst mogen we meemaken. Vanmorgen werd de schrift geopend. Mochten we via een venster zien wie u bent. En vanmiddag wordt een ander venster van de schrift geopend. En het mooie van een kerkdienst is dat er licht over ons leven valt. Als we verdrietig in de kerk zitten, of blij of dankbaar. Maar er valt altijd licht over ons leven heen in de liederen, in de gebeden, in het woord van u. En dat hebben we ook nodig, Heere, dat we het licht van uw woord hebben. Want we kennen onze eigen gedachten wel. We weten precies wat we denken en wat we willen en wat we niet willen. Maar het is soms zo moeilijk om te ontdekken wat u wil en wat u niet wil. En het is soms wat moeilijker om ons af te stemmen op uw gedachten. Heere, wij weten onze eigen gedachten wel. Maar we willen graag verrijkt door uw gedachten en uw woorden de kerk uitgaan. Wilt u mij helpen, Heere? Geef ook dat de verkondiging dat daar de Heilige Geest in mee kan komen. Dat u via woorden mensen hier in de kerk kan aanraken, jong en oud. En Heere, dat ook het gebed iets mag hebben van daarin meegenomen worden, zodat we de zaken die ons bezighouden voor de troon van u kunnen brengen. Heer, het is heel bijzonder dat u tot ons spreekt, als zondige mensen. Maar ook bijzonder dat we tot u mogen spreken, dat we ons hart mogen uitstorten. En dat we ook niets achter hoeven te houden. Heer, u kent iedereen die in de kerk zit. Misschien blij en gelukkig, dankbaar, net vakantie gevierd of andere mooie dingen. Maar we kunnen ook in de kerk zitten met een stukje verdriet, om gemis, zorg in gezin of in de werksituatie. En het zou zomaar eens kunnen dat al die zorgen ons zo bezighouden dat we, dat we niet opvangen wie u daarin wilt zijn en wat u daarin kunt betekenen. Daar willen we u bidden. Kom met uw geest, kom met uw genade, raak ons aan. En wilt u ook zijn, Heere, met het programma met de kinderen, als ze straks de kerk verlaten, wilt u ook de leiding zegenen. En dat vragen we allemaal niet omdat wij het verdienen, maar uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God bij Genesis 20. En het zal u opvallen dat in Genesis 20... voor de eerste keer het woord profeet gebruikt wordt voor Abraham. En het is de eerste keer dat er echt een droom plaatsvindt. En die droom is dan niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovige Abimelech. Zo bereikt God ook de heidense wereld door ze op die manier kennis van hem te laten nemen. Genesis 20. Abraham trok vandaar naar het zuiderland en woonde tussen Kades en Shur. En er verbleef als een vreemdeling in Gerar. En Abraham zei van zijn vrouw Sarah, zij is mijn zus. Toen stuurde Abimelech, de koning van Gerar, een bode en haalde Sarah weg. Maar, en dat is bijzonder, God kwam in een nachtelijke droom bij Abimelech en zei tegen hem, zie, u gaat sterven vanwege de vrouw die u genomen hebt, want zij is met een man getrouwd. Abimelech was echter nog niet tot haar genaderd. Daarom zei, Heere, wilt u dan echt een onschuldig volk doden? Heeft hij mij zelf niet gezegd, zij is mijn zus? En zij ook, zij zelf heeft gezegd, hij is mijn broer. Met een oprecht hart en zuivere handen heb ik dit gedaan. God zei tegen hem in de droom, ik weet ook dat u dit met een oprecht hart gedaan hebt. Ik heb u er ook van weerhouden tegen mij te zondigen. En daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet. Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven, u en al wat van u is. Toen stond Abimelech 's morgens vroeg op, riep al zijn dienaren en sprak ten aanhoren van hen al deze woorden. En die mannen werden zeer bevreesd.
En Abimelech riep Abraham en zei tegen hem: wat hebt u ons aangedaan? Waarin heb ik tegen u gezondigd? Dat u zo'n grote zonde over mij en mijn koninkrijk gebracht hebt. U hebt dingen met mij gedaan die menselijkerwijs gesproken niet gedaan mogen worden. Ook vroeg Abimelech aan Abraham: wat had u op het oog om dit te doen? Daarop zei Abraham: omdat ik dacht, er is vast geen vreze gods in deze plaats. Daarom zullen ze mij omwille van mijn vrouw doden. Zij zegt ook echt mijn zus. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En zij is mij tot vrouw geworden. En het gebeurde toen God mij vanuit het huis van mijn vader liet rondzwerven, dat ik daar tegen haar zei: dit is de goede tierenheid, de loyaliteit die je mij moet bewijzen. In elke plaats waar wij komen, zegt daar van mij: hij is mijn broer. Toen nam Abimelech kleinvee, runderen, slaven en slavinnen en gaf die aan Abraham. Ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. En Abimelech zei: zie, mijn land ligt voor u open. Ga maar wonen waar het in uw ogen goed is. En tegen Sara zei hij: zie, ik heb uw broer 1000 zilverstukken gegeven. Zie, laat dat mogen dienen als een sluier voor de ogen. Voor u en voor alle die bij u zijn. U bent vrijgepleit. Abraham bad tot God en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat ze weer kinderen konden krijgen. Want de Heere had alle baarmoeders in het huis van Abimelech helemaal gesloten vanwege Sara, de vrouw van Abraham. In Abraham zijn alle volken gezegend, maar dit was nog niet zo'n zegenrijk optreden naar buitenstaanders. En Paulus zegt in Colossense 4 hoe wij ons moeten gedragen naar buitenstaanders. Colossense 4, vers 2 tot en met 6. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons, dat God voor ons de deur van het woord opent om het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, die niet geloven, en buiten geschikte tijd uit. Laat uw woord, ook aan buitenstaanders, altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u een iedereen moet antwoorden. Tot zover de schriftlezing. En ik heb begrepen dat de kinderen zo de kerk uitgaan. Even voor de leiding, dat gebeurt onder de voorzang van Psalm 119. Ik zie hier nog verschillende jongens en meisjes in de kerk zitten. Dat is mooi, hè? Want ik heb ook wel eens middag- of avonddiensten dat er geen kinderen in de kerk zitten. En jullie zitten hier, dat is heel mooi. Mag ik eens van jullie weten, wie van jullie houdt een beetje van voetbal? Steek je vinger eens op. Ja, vast wel, hè? Vast wel. Ja, ik zie al verschillende vingers zo omhoog komen. Nou, ik ga heel kort even iets vertellen over Joas en Peter. Dat zijn echt van die voetballiefhebbers en die voetballen vaak op straat. En dat gaat natuurlijk keihard. En Joas is er een ster in om ontzettend tegen die bal aan te trappen. En Peter zegt: ja, dat moet je niet doen, want je weet de overbuurman, die wil dat niet. De bal komt in de tuin of straks sneuvelt er een raam of een ruit. Maar Joas trekt zich er niks van aan. En daar gaat natuurlijk een ruit, hè? Dat kun je wel voorstellen. En de buurman, boos jongen, die loopt de straat op. En wie heeft het gedaan? En Joas zegt: Peter heeft het gedaan. En die buurman die pakt Peter bij de oren, om het zo maar eens te zeggen. En die zegt: en jouw pa gaat betalen. Dat is liegen, hè? Nou, dat is natuurlijk voor de vriendschap tussen Peter en Joas niet leuk. Want het valt er wel heel erg tegen, hè, dat iemand liegt en jou de schuld geeft. En dat is niet, nou, die buurman toen niet goed. Liegen, dat is hetzelfde als, kijk hier, hè. Dit is doorschijnend, hè. Je weet wat erin zit. Op zondag zit er altijd water in. Maar dit is
doorschijnend. Je weet precies wat je daaraan hebt. En God wil graag dat we zo zijn. Dat je weet wat je aan ons hebt. Dat je eerlijk bent. Ik heb nog een beker meegenomen. En er zou ook iets, geloof ik, op de beamer verschijnen, maar dat weet ik niet. Maar dit kun je wel zien natuurlijk. Een witte beker. Dat lijkt heel mooi, hè? Blanke onschuld. Ik heb niks gedaan. Nee, alles is mooi. En van binnen is die zwart. Dat is liegen. Dat is boosheid in je hart. Dat is niet eerlijk zijn. En weet je wat er moet gebeuren? Dat God dat zwarte uit je hart haalt. En dat noemen we vergeving. En dan mag je ook opnieuw beginnen. En ik denk dat Joris en Peter straks ook opnieuw beginnen en zeggen, het is niet goed geweest. Kunnen we elkaar weer de hand reiken. En ik zat even naar een kinderlied te kijken. Je kent allemaal wel dat lied, hè, van bewaar mijn oog voor wat het ziet. Er is één die op je let en luistert naar je gebed. Dat gaan we niet zingen. Maar we gaan de avondzang zingen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Laat mij zo mogen zijn wat de Heer Jezus graag wil. Maak ons uw beeld gelijk. En zend uw troost ons neer. Uw hulp mag je ook invullen, denk ik, voor jezelf. O Geest, zend uw hulp en uw troost. Want ik kan niet in mijn eigen kracht. En zo ontvangt God alle eer. We gaan dat zingen en dan mogen jullie onder het voorspel van Psalm 119. Dat gaan we meteen daarna zingen. Twee coupletten. Maar dan mogen jullie onder het voorspel de kerk verlaten en een heel fijn programma toegewenst.
Na de verkondiging zingen we met elkaar Psalm 32, vers 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, het thema van de verkondiging is: kind van God, open en integer, met een vraagteken. Een kwetsbare vreemdeling, een bedrog wat alles op het spel zet. Gods genadig ingrijpen en profeet, sta op. Gemeente, je denkt bij deze geschiedenis misschien al heel gauw: Abraham. Wat doe je nou? We zongen net gelijk een schaap wat gedwaald heeft. En dat lijkt hier ook wel wat zo. Je denkt al gauw misschien: nou, die Abraham doet het niet best. Eigenlijk komt Abimelech ons sympathieker over in wat hij zegt dan Abraham. Is het dan toch waar dat niet een niet-kerkelijke een hoger normbesef kan hebben dan een kerkelijk iemand? We zouden zomaar negatief kunnen insteken. En dan moeten we voor oppassen. We moeten als het ware eerst in het verhaal gaan staan, in de geschiedenis. Dat is altijd zo, hè? Je moet eerst ook, als je iets hoort, in het verhaal van de ander gaan staan. Meelopen. Wat is er gebeurd? En waarom? En hoe kan ik je helpen? Wat opvalt is dat de schrijver van Genesis eigenlijk heel mild is. Hij begint niet van: en toen deed Abraham wat kwaad is in de ogen des Heeren. Nee. Eigenlijk komt Abraham er nog heel gunstig vanaf. Er zit een zekere mildheid. En misschien heeft die mildheid wel te maken met Gods genade. En met Gods enorme bewogenheid om mensen weer terecht te brengen. En wij zitten vandaag in een afrekencultuur. Voordat je het weet wordt iemand afgerekend. Door het slijk gehaald. Met modder gegooid. Misschien dat je moet zeggen dat de Bijbel niet zozeer die afrekencultuur kent, maar die toerekencultuur. Nee, dat zeg ik verkeerd. Dat God toerekent. Wat we niet verdiend hebben, genade en liefde van God. Wat je niet verdiend hebt. Laten we proberen erin te komen. Wanneer gebeurt dit? Na Genesis 19, jongelui, de kerk. Abraham heeft geworsteld met God. Voor Sodom en Gomorra. Stel dat er 50 zijn, Heer. Maar als er nou eens 40 zijn, als er nou eens 30 zijn, of dat er nou 10 zijn. Maar ze waren er niet. En Sodom ging in vlammen op. En tegen de avondhemel kon Abraham misschien wel de rode gloed zien. Sodom en Gomorra, de wereld op zijn slechtst. En dan komt hij in een vreemd gebied bij de Filistijnen. Is dat ook Sodom en Gomorra? Moet je daar ook maar heel voorzichtig zijn? Je kunt van alles en nog wat daar verwachten. En dat verwacht hij ook. Hij denkt dat er geen vrees voor God is. Hij denkt dat Filistijnenland ook buiten het bewind en buiten het rijk van God valt. Hij is bang geworden. Herkent u dat? En laten we niet vergeten, daar staat: en toen kwam hij als vreemdeling te vertoeven in Gerar. Het woord, Hebreeuwse woord vreemdeling, Ger, dat lijkt op Gerar. Wat is een vreemdeling? Hoe vaak is Abraham niet vreemdeling geweest? Van Ur naar Haran, van Haran naar Kanaan, van Kanaan honger naar Egypte, dan weer in Bethel en nu weer in Negev. Een man die altijd rondzwerft. Geen vastheid, een minderheid met zijn kleine groepje mensen. De angst: ik kom in een nieuw gebied. Wat gaat er gebeuren? Misschien iemand die straks, een van de jongelui die naar de middelbare school gaat, misschien buiten Veenendaal, want hier ken je het wel een beetje. En je denkt: hoe zal dat wezen? Krijg ik vrienden? Hoe kijken ze tegen me aan? Kom ik er wel tussen? Of zeggen ze misschien lelijke dingen over mij?
Een vreemdeling in Nederland. Een asielzoeker, Abraham. Was het? Ze zijn ook in ons land asielzoekers. Ik stel me dat zo voor, van huis aan hart verdreven. De angst. Word ik in Nederland wel ontvangen? Ben ik nog welkom? Of krijg ik achter mijn rug ergens een racistische opmerking te horen? Of mis je nog erger? Ga naar je eigen land, joh. Natuurlijk is het een grote problematiek, hè, de instroom van vluchtelingen. Maar in de kerk van de Heer Jezus Christus, waar het Oude Testament op zoveel plaatsen zegt dat we de vreemdeling een plek zullen gunnen. Nou, denkt u die situaties in, vreemdeling. Wat ben je kwetsbaar, hè? Moet je je aanpassen? Kun je je aanpassen? Wat moet je? Het Nieuwe Testament zegt dat we vreemdelingen in deze wereld zijn. We zijn geen vreemde mensen, maar we zijn wel vreemdelingen. Omdat we onderweg zijn naar Gods eeuwige toekomst. Omdat we anders zijn dan de wereld. Omdat we de Heer Jezus hebben leren kennen. En soms kun je ook een eenling voelen. Je zou haast een beetje geloofschaamte kunnen krijgen. Zal ik wel zeggen dat ik naar de kerk ga? Zal ik er wel vooruit komen? Herkent u dat? Hij wat op de kansel soms zo fier en flink klinkt, dat soms in de week dat toch een beetje verkruimelt. Nee, ik zeg niet dat het geloof verkruimelt, maar dat je even denkt, en nu dan? Een vreemdeling is kwetsbaar, dat is de eerste gedachte. Een bedrog dat alles op het spel zet. Abraham is bang. Zeg maar dat je mijn zus bent. Nou, dat is ook zo, want ze hebben dezelfde vader, maar een verschillende moeder. Dus toen Abraham 10 jaar was, kreeg hij nog een zusje erbij. Is die ook mee getrouwd. En dan gaat er toch iets vreemds gebeuren. Iemand zei naar aanleiding van deze preek tegen mij, maar hij sprak toch de waarheid. Ja, dat is ook zo. Het was zijn zus, maar hij verzweeg die unieke relatie. Dat het zijn vrouw was, die die zou moeten beschermen. Voor wie die op zou moeten komen. Van Rut staat ergens dat ze zegt tegen Boas, breid uw vleugel over mij uit. Dat had Abraham moeten doen, een vleugel uitbreiden. Over Sarah, beschermen. Geloven dat dat ook onder Gods leiding wel goed zou kunnen komen. We weten ook niet, je hebt gewoon het idee als je de Bijbel leest dat Sarah ook geen inspraak had. Ze wordt niet eens genoemd. Ja, laten we dat maar afspreken. Want als jij in gevaar komt, Abraham, dan moet ik toch maar. Het is beter dat ik mij als zus uitgeef van jou. Heeft Sarah niet gezegd, ik wil niet opnieuw in een harem? Weet je nog, Abraham, wat er 25 jaar terug gebeurd is in Egypte, dat ik daar ook in een harem zat, moedersiel alleen? Denk je dat ik handelswaar wil zijn in een harem? Maar je hoort niks. Ik weet niet of Sarah zoveel in te brengen had. Misschien dacht ze ook, ja, maar ik wil ook voor mijn man opkomen. Dus ja, laat ik het doen. Hoe kan dat? Dat Abraham, die in het vorige hoofdstuk bijna nog te horen kreeg, je krijgt een kindje en zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn, dat hij dat helemaal kwijt is. Hij staat voor de mooiste gebeurtenis die er komt, namelijk dat er binnenkort een zoon, een kindje geboren wordt. En toch gaat hij onderuit. Is dat niet herkenbaar? Dat wij mensen soms zomaar door het ijs zakken? Is het niet herkenbaar dat zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn dat als een tapijt onder je voeten weggetrokken wordt. En dat je ineens denkt, ik ben bang.
Abraham, heb je dit nou wel met God overlegd? Of is Abraham zijn ochtendgebed vergeten, waarin hij in stille tijd alles met God doorsprak? En als we zo dat in het verhaal staan, in deze geschiedenis, dan denk ik, het is begrijpelijk. Zo zitten wij in elkaar. Ik vind het tenminste herkenbaar. Dat je, u kent misschien het verhaal, hè, van die zendeling die mocht meemaken dat er een aantal tot geloof en bekering kwamen en gedoopt werden. En toen kwam de volgende dag een van die mensen terug en die zei, oh zendeling, het is helemaal fout, in mijn hart zit een zwarte hond en een witte hond. En de zendeling glimlachte. Want dat is wat je ontdekt, dat er, als je gelooft dat er een zwarte hond, een oude mens in je zit, een witte hond, een nieuwe mens, twee mens. Hij zegt, maar welke is dan het sterkste? Hij zegt, die ik het meeste voeding geef. En in mijn vakantietijd heb ik daar heel sterk over na zitten denken van, wat voed ik nou? Als ik de Bijbel lees, voed ik me wel voldoende? Als ik de media en de sociale media volg, waar voed ik me dan mee? Met iets wat mij dichter bij God brengt of verder weg? Waar ik niet van opknap? Wat voed ik in mijn hart? Chagrijn, ondankbaarheid, bitterheid. Bitterheid is ook vergif. Niet willen vergeven. En dan sta je midden in die spanning. U en ik, wat voeden wij in ons leven? Dat is een keuze. Als je veel van God houdt, wil je je voeden met wat van Hem komt. En als je wegglijdt, langzaam maar zeker, en je geloof verkruimelt, dan voed je je met al die dingen die misschien even smaak geven, maar die niet vullen. Abraham. Ja, die zet door zijn bedrog wel alles op het spel, hè. Want binnenkort, binnen een jaar zal zijn zoon geboren worden. Mag ik het zo open op de kansel zeggen? Het is misschien de enige vruchtbare periode in zijn vrouw, van zijn vrouw. En dan in een harem zitten. En dan misschien aangeraakt worden. En dan misschien nog erger. Ik wil ook niet verder gaan. Maar Abraham zet hiermee zoveel op het spel. Maar ook een stuk betrouwbaarheid. Hè? Is Abraham nog doorschijnend? Is dit nou de Abraham die zou kunnen zijn? Nee dus. Broeders en zusters. Wij kunnen soms ook onze roeping en ons Christen zijn op het spel zetten. Dat je zegt, dat had ik nou niet moeten doen naar een buitenstaander toe. Zeker niet naar een buitenstaander niet. En tegelijk denk je, was Abimelech dan toch beter of op dat moment meer bij de les dan Abraham? Is mijn ongelovige buurman soms dan enorm besef misschien wel en in klaarstaan misschien wel meer en beter dan ik? Gewoon eens voor de spiegel staan, hè? En niet direct zeggen van, nou ja. Want ja, dat hoor je natuurlijk ook, hè? Niet-kerkelijken hebben altijd wel een stok om te slaan en om iets bespottelijks over het geloof te zeggen, dat is waar. Seksueel misbruik in de kerk. Geharrewar in de kerk. Onvrede, polarisatie rondom onderwerpen. Nou, dat komt natuurlijk ook wel de wereld in. Ja,
Je hebt altijd wel een stok om te slaan, zeggen we dan. We zouden het liefst die stok over het kerkplein weggooien. Maar dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Ik denk dat het beter is om ons te spiegelen. Hoe ben ik in mijn contact met niet-gelovigen? En hoe is de kerk? Het is een glazen huis hoor. Maar hoe is de kerk? En hoe is die kerkmens? En soms kom je jezelf op een manier tegen die je liever niet zou willen. Schaam je. Heer, ben ik dat ook? Ja, dat ben ik ook. Je moet me niet op bepaalde momenten tegen zijn gekomen. Die mensen in de kerkbank. En we zetten best wel wat op het spel dan. En als ik daarover doordenk, dan vind ik het zo'n genade van God, hè. Dat is ongelooflijk, hè. Zo'n goedheid van God, dat hij in deze hele precaire situatie, waarin hij ook bij de farao Abraham uitgered heeft destijds, toen Abraham dezelfde fout beging, opnieuw gaat hij God ingrijpen. En die spreekt een heidense koning aan. Hij werkt ook dus in Filistijnenland, hè, Abraham. Het is niet alleen Sodom en Gomorra daar. Ik dacht dat ze geen vrees hadden. Ja, maar God werkt daar ook, hè. En er zit tegelijk een troost in, broeders en zusters. Deze wereld om ons heen is niet God verlaten en niet God vergeten. Maar er is nog zoveel goedheid in de wereld om ons heen, na alle slechte dingen die te zien zijn. Wat God nog aan ons overlaat in zijn voorzienigheid, in zijn algemene genade noemen we dat. Calvijn had het ook over het algemene werk van de Heilige Geest. Hè? De Heilige Geest die ook doorwerkt. En nou, daar wordt wel doorgewerkt daar. Aan het hof van Abimelech. Ongelooflijk. Dit is onze God. Dit is genade. Dit is het. Rust mijn ziel, uw God is koning, heel de wereld zijn gebied. Van Gaza, Israël, tot weet ik niet wat. Nou, ik zie er niet zoveel van, zegt u misschien. Ja, maar ik geloof het wel van harte. Dat God dwars door landen en volken heen verborgen aanwezig is. In een droom. De Bijbel is er vol van de farao. Je denkt, nou, wat dat moet worden met die Jozef en Daniel, met Nebukadnezar. En dwars door die wereld heen werkt onze God. Er is geen terrein in de wereld waarvan je kunt zeggen dat hij er niet is. Maar als God ingrijpt, dan voorkomt God niet dat Abraham de fout ingaat. God had ook kunnen zeggen, Abraham, je hebt zo mooi gebeden voor Sodom en Gomorra. Nou ben je bezig een fout te begaan en ik zal het je toch even melden en doe dat niet. God voorkomt het niet. En dat is in ons leven, jongelui, soms ook zo, dat God dingen niet voorkomt en ook zondige dingen niet. Omdat het misschien ook wel een leerschool is. Een mens leert niet zoveel van zijn successen, want successen poets je op. Maar als er verlies komt, denk maar eens aan een voetbalwedstrijd, als er verloren wordt, dan gaan mensen nadenken, had ik zo goed in het veld staan en die spits en ja, ik heb niet zoveel verstand van voetballen. Maar er wordt heel grondig nagedacht bij verlies, hoe kan dit? En nergens denkt een gelovige meer na als hij gedwaald heeft. Hoe kon dit? O God, help me. Help me.
En het is niet God die Abraham op de zonde wijst, maar een heidense koning. Nou, dat ligt er niet om hoor. Wat die heidense koning zegt van waarom heb je zo'n grote zonde begaan? En zulke dingen doe je toch niet? Zelfs in de heidenwereld niet. Hoe kon je dit doen? Wat had u op het oog? Letterlijk staat er dat bekende woord Ra'a. Hoe heb je gezien? Ja, als je verkeerd kijkt, Abraham. En ook als een kerkmens, als je verkeerd kijkt met een vooroordeel, dan gaat het niet goed. Hebt u dat wel eens gehad dat misschien een niet-kerkelijke collega op een gegeven moment zei, nee, zo kun je het toch niet doen. Je gaat wel naar die kerk. Dat komt wel binnen. Dat komt wel binnen. Of een klasgenoot die zegt, ja, maar ik dacht dat jij, en wat je nu doet. Iemand noemde dit een beetje een vage schuldbelijdenis, hè? Want Abraham zegt, ja, maar we hebben afgesproken toen als ik rondzwerf in het land, dat het een deal met mijn vrouw is, dat hij zich voor zus uitgeeft om mij daarin wat bescherming te geven. Maar Abraham is hier heel open. We komen hier meer te weten dan we ooit wisten, namelijk dat er een afspraak tussen die twee lag. En we komen ook te weten dat Abraham dacht dat er geen vrees was. Hij is heel eerlijk. Ja, wees mij de zondaar genadig, dat missen we dan. Of zou Abraham dat bewaard hebben voor het gesprek met God, zijn gesprek? God, wees u mij genadig. Ik heb hierin gefaald. Ik heb mijn vrouw niet beschermd. Ik heb zelfs een pion over de tafel heen geschoven, zodat ze notabene in een harem terechtkomt. Vergeef het mij. Ik geloof zeker dat Abraham ook het gesprek met God gevoerd heeft. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En dat moet je doen, hè. Als het wit aan de buitenkant lijkt en het is zwart van binnen, er zit een leugen, er zit bitterheid, er zit iets wat je relatie met God verstoort. Dat het eerste wat er is, God, ik wil niet oneerlijk zijn. En dat hoef ik voor u ook niet. Hier ben ik. Doet u dat wel eens, dat u eerlijk tegen iemand zegt, ik stond daarin niet recht? Natuurlijk doet u dat toch? Dat je misschien wel eens tegen een man of vrouw moet zeggen, die reactie was niet goed. En zo had ik niet met je om moeten gaan. En dan hebben we een God die met ons opnieuw begint. God zegt niet tegen Abraham, nou kun je wel stoppen. En er komt een nieuwe vacature voor profeet. Nee, je bent mijn profeet. Hij is mijn profeet, hè? Hoor je dat? Dat is genade. Hij is mijn profeet. Hij is niet ontslagen. Abraham, bid voor deze mensen. Bid voor Abimelech, bid voor de wereld. U en ik, wij zijn profeten en misschien ook priesters. In je straat, als je met je collega onderweg bent, heb ik ook voor iemand gebeden. U zegt soms misschien, het is een zootje in de wereld. Maar als je krantenkoppen leest ook, soms wel. Maar het is veel belangrijker dat het mij extra stimuleert om te bidden, zegt Paulus, voor koningen en hooggeplaatsten en voor alle mensen.
En ook voor ze te danken. Abraham. Ja, het ging bijna mis. Maar in het volgende hoofdstuk wordt zijn zoon geboren en wordt de lijn gelegd naar de Heer Jezus. En blijkt dat God, ondanks dat menselijke geknoei van ons, dat God doorwerkt. En dat is troost en bemoediging in ons leven. Dat er een nieuw begin is. Dat God zegt, kom mijn kind. Hoe bent u tegenover buitenstaanders? Ik vind het zo mooi wat Paulus zegt en daarmee wil ik ook eindigen. Handel wijs ten aanzien van de buitenstaanders. Wijs in wat je zegt, in wat je doet. Het zou zomaar kunnen dat God van een buitenstaander ook een binnenstaander gaander maakt. Kan. Een buitenstaander. Wees wijs. Laat u spreken ten alle tijden. Goed zijn met zout. Smaakvol. Ga niet de wereld verwijten dat ze de meest bizarre woorden gebruiken en daar kun je als kerkmens enorm aan ergeren. Maar wat doe ik? Wat zijn mijn woorden? U weet hoe u iedereen een antwoord moet geven. Denk aan dat zinnetje. We droppen de Bijbel niet, hier is de boodschap. Maar wij kijken naar de vragen. Iemand zei, eigenlijk moet je zo luisteren dat je iemand tevoorschijn luistert. Dat je collega misschien als je samen in de auto zit iets vertelt, kwetsbaar. En dat je heel voorzichtig aangeeft hoe jij je houvast vindt. Maar dan heb je eerst geluisterd. Tevoorschijn geluisterd. Dan weet je waar God je leidt, hoe je het moet zeggen. En dan zoek je naar woorden. En dan zal die niet-gelovige misschien zeggen, nou, niet dat ik wil geloven. Maar die mensen van de kerk, die hebben me heel respectvol uitgelegd wat hun houvast is. Zonder boven me te staan. Heel respectvol gezegd van wat hun troost en wat hun houvast is. Broeders en zusters, Margriet van der Kooi, ik weet niet of de naam u wat zegt, maar een prachtig boekje, verpleegtehuisarts, heeft een boekje geschreven over goedheid voor het oprapen. Er is nog steeds goedheid van God voor het oprapen, om dankbaar te zijn. Tot in het heidense gebied van Abimelech toe. Wel dankzij God. Zelfs Sarah krijgt smartengeld. Dat raakte me. Hij zei tegen Sarah, je bent vrijgepleit. Ik zal jou buiten schuld stellen. Het is jou. Hè? Nou, dat vind ik mooi. Moet je eens over nadenken. Moet je gewoon eens over nadenken. Dit Bijbelgedeelte. Lees het vanavond aan tafel en dan kunt u ook, want dat vergat ik, dan kunt u ook de kinderen vertellen misschien waarom ik die bekers gebruikte. En wat zij nou niet opmerken, wat er nou verkeerd ging hier in Genesis 20. Ja, de God van Abraham. Want mijn vader Abraham, dat is onvoorstelbaar.
We zongen dit in Psalm 89. Het vast gebouw van uw gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Kent u dat ook? Dat hè? Dat je het kunt zingen wat we zongen. Want deze God is onze God. Hij is mijn deel. Mijn zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ten dood toe zal hij mij geleiden. Amen. Thank you.
willen God danken en bidden. Kind van God, eerlijk en integer. Heren, misschien is het ook de vraag voor iemand. Kan ik een kind van God zijn? Ik heb net als Abraham gefaald en gedwaald. En nu zit ik in de kerk. En ik houd de schijn op. Maar ik weet het niet. Heren, als we uw vaderhart kennen en gezien hebben ook in Genesis 20 hoe je vader voor Abraham bent, hoe u hem weer op de rechte weg leidt, hoe u hem weer in het ambt van profeet zet. Als we dat gezien hebben, heren, dan is die genade toch niet te klein. Dan kunnen we daarin schuilen. En als iemand met een verborgen zonde leeft, aan de kant, aan de buitenkant lijkt het blank, maar van binnen zit dat zwartsel van bitterheid. Van ik wil nooit vergeven, ik wil niet buigen. Als er aan de binnenkant van ons hart een leugen zit, naar de ander toe of in ons huwelijk. Heer, geef dat wij naar u toe komen en uw geest kan ons reinigen. En dan is er een nieuwe morgen voor Sarah als ze bevrijd wordt uit het harem en binnenkort in de lijn van de Messias een kind mag krijgen tot de redding van de wereld. Dan is er een nieuw begin voor Abraham. Dan is er een nieuw begin zelfs voor het heidense volk, waar de toekomst gesloten was omdat er geen kinderen meer geboren zouden worden. Heer God, het maakt ons soms bang wat er in de wereld gebeurt. En de krantenkoppen komen naar ons toe. Oorlog hier, honger daar. Mensen die met brood en spelen een leeg leven vullen. Het kan ons soms benauwen, Heer. Maar u bent groter, machtiger dan het nieuws. U bent een God die alles regeert en bestuurt. Ook al vragen we ons wel eens af, Heer, waarom? De vraag uit de psalmen kan zo binnenkomen. Heer, waarom hebt u dat niet voorkomen? Misschien zijn er mensen in de kerk die dat ook zo ervaren. Maar geef, Heer, dat we u erop vertrouwen. Dat u alles in handen houdt. En dat u het onrecht in de wereld buigt ten goede. Zoals Jozef het zegt tegen zijn broers, wat u ten kwade gedacht hebt, heeft God ten goede gekeerd. We bidden, hoe gevoelig dat ook ligt, ook voor vrouwen en meisjes, ook als er sprake is van intimidatie. O God, wat een pijn, en wilt u er doorheen leiden en zicht op u geven. En geef, Heere, dat wij ook als mannen broeders in de kerk, als mannen vaders, dat wij zo zullen omgaan met degene die u naast ons stelt. Dat we met Boas een vleugel over de ander uitbreiden. Zoals Rut dat voelde bij Boas. En dat is niet altijd makkelijk, Heere. Maar geef dat we ook dit Bijbelgedeelte zien als een spiegel. Het kan bij mij ook zomaar een kwestie van het walende schaap worden. Breng ons terug, Heer. Vergeef het zondig in deze dienst. Als we deze week met vakantie gaan, geef dat we tot rust komen. Of vakantie krijgen of thuis vieren. Als we moeten werken, ga met ons mee de werkvloer op. En help ons om ook naar de mensen die buiten staan iets te laten blijken van waar wij ons ankerpunt hebben gevonden. Heer, het helpt niet als we de wereld alleen maar als donker zien.
Het zal alleen helpen als we licht mogen ontsteken en als u licht ontsteekt. Dat we zo ook lichtdragers mogen zijn vanuit de Pnielkerk, vanuit alle kerken waar vandaag uw woord gebracht is. Neem het zondige weg. Wij loven en prijzen u, God. U bent de Allerhoogste, u bent de Allergrootste en u bent de God die in geduld optrekt met ons mensen, die altijd werk in uitvoering blijven. U moest Abraham nog op 100-jarige leeftijd bijsturen, een weg wijzen, terug naar u. En wij blijven werken in uitvoering. Maar God houdt ons als pottenbakker op die draaischijf. Kneed ons, vorm ons. Tot eer van u. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost, uw hulp ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Gemeente, ik wil aandacht vragen voor de collecte en dan willen we tot slot zingen Psalm 138, 3 en 4.
Gods bijstand, dat is de zegen die Hij ons meegeeft. God zegent u, een hand boven uw hoofd. Vergeet niet omhoog te kijken. En wees ook een zegen in Gods kracht. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie zijn vrede. Amen.